Oranje Movies. Wie is de allerbeste? Dat ben jij. Wie is de op 1 na beste? Dat ben jij. Wie is de op 2 na beste? Dat ben jij. Op 3 na beste? Jij. Wat? Meneer Trump? Je bent er weer. Oh, kijk. Je bent er. Want zonder jouw stem ben ik alsnog president geworden. Ik kom hier om je uit te lachen. Nou, ik hoor je anders niet lachen nu. Ik ga zelf ook niet lachen. Ik heb mensen die dat voor me doen. Zou je niet even open doen? Daar heb je hem. Je hebt op Hillary Clinton gestemd. Niet normaal. Kijk hem dan. De derde die me vandaag uitlacht. Hartstikke leuk. En trouwens, kom je de gelekte e-mails van Hillary Clinton ook ophalen nu? Hillary Clinton is een topvrouw. We moeten dankbaar zijn en respect hebben voor alles wat zij heeft gedaan voor dit land. De vorige keer zei je nog dat het een vieze, onbetrouwbare vrouw is die zo spoedig mogelijk in de gevangenis... Dat heb ik nooit gezegd. We hebben de e-mails niet meer nodig. Er zijn nu ook belangrijkere dingen aan de hand. Zo komt er nu bijvoorbeeld de allergrootste groep bootvluchtelingen ooit aan, recht op Nederland af. Hé, hey, en bedankt hè. Wie mag dit gaan dweilen zo? Tienduizenden, zo niet miljoenen mensen worden via Spanje naar Nederland gesmokkeld. Dat kan niet, daar is Nederland te klein voor. Ze brengen criminaliteit, geweld en verkrachtingen onder leiding van één witte man op een paard. En vorige week zag ik al de eerste boot aankomen in Maassluis. Wacht, heeft die witte man een mijter op zijn hoofd? Ja, een hele grote lelijke rooie. Ja. En ook toevallig een staf in zijn handen? Ja. Eén grote gouden staf, maar niet zo groot als mijn grote gouden staf. Ik haat opscheppers, ik ben al de beste. Dat gaat niet over bootvluchtelingen, dat gaat over de stoomboot van Sinterklaas. Ik heb het zelfs al op tv aangekondigd. Ik, maar Donald J. Trump, roep op voor een compleet verbod van immigratie van zwarte pieten in Nederland, totdat onze overheid weet wat er in godsnaam aan de hand is. We moeten een muur bouwen, ons land is een puinhoop en daar zie ik een hele knappe man. Oh, dat ben ik zelf. Perfect. Jij? Perfect. Je weet dat ze die smink nu niet meer mogen dragen, hè? Zwart mag niet meer als huidskleur. Dat moet nu eraf gewassen worden. Hoezo is Zwarte Piet in één keer racistisch? Ik zie het verschil niet tussen Zwarte Piet en zwarte mensen. Precies daarom! Als mensen het verschil niet meer zien tussen Zwarte Piet en zwarte mensen, dan worden het gewoon clownspietjes, roetveegpietjes of oranje pietjes. Donald Trump is één keer president en we veranderen alle Zwarte Pieten in oranje pieten. Vind ik aanstootgevend. Niet meer doen, ik ben beledigd. Wacht, een oranje gezicht is voor Donald Trump discriminerend? Nu ben je gewoon echt recht in mijn gezicht aan het zeiken. Geloof mij, dit wat ik nu doe is niet zeiken. Jawel, want anderen discrimineren is niet erg, maar zodra jij... Hallo, mijn Bardo. Bardo. Je hebt verloren voor Trump. Trump is de president. Ja, met je Hillary, jongen. Trump. Oh, dit is een kutstoorn. Leuk, Bardo. Dank je. Trump, dit is een kut. Wat is dit? Kijk, nu staat pas in je gezicht te zeiken. Dit is zeiken, bitch. Oh, paard is weer op stal. Ach ja, je moest toch al de boel dweilen, dus kijk eens aan. Oh, ik mis Obama. Bye! Like en abonneer. Vergeet vooral niet te abonneren hier beneden. En geef deze video een dikke like hier beneden. Op een duimpje omhoog te drukken. Laat me zeggen dat ik bij 5000 likes hier beneden een nieuwe Donald Trump video maak. Want de vorige video is door jullie echt goed ontvangen. Dankjewel ervoor voor alle liefde. Volgens mij zit hij op 7000 likes. Daar moeten we overheen kunnen gaan. Dus geef hem een dikke like hier beneden. En abonneer ook vooral hier beneden. Dan mis je die volgende Donald Trump video niet. Dus like en abonneer. Dan ben ik er binnenkort weer. Ga ik even de vloer dweilen. Oh, man.